Een hele goede morgen. Welkom bij dit webinar op deze zonnige woensdagochtend. Het komende uur gaan Dirk Boonstra en Erik Thijssen van iBinder ons meenemen en vertellen en laten zien hoe je binnen projectontwikkeling efficiënter kunt samenwerken en tijd kunt besparen. Dirk en Erik, jullie ook welkom en de floor is yours. Yes, goedemorgen. Zoals Denise al even aankondigde, gaan wij zometeen van start en jullie meenemen in de komende 45 minuten in het efficiënte samenwerken in projectontwikkeling met hulp van eenvoudige software tools. Maar allereerst willen we onszelf even voorstellen. Erik en ik zitten samen in één ruimte, uiteraard op gepaste afstand. En maken gebruik van één conference microfoon en die is aangesloten op mijn computer. Dus dat betekent op het moment dat Erik spreekt, je waarschijnlijk mij nog steeds in beeld ziet. Maar dan weet je even hoe dat komt. Mijn naam is Dirk Boonstra. Ik ben mede-eigenaar van iBinder Nederland. Ik heb een historie in de bouw, 10 jaar ervaring in de sector. En 1,5 jaar geleden begonnen met iBinder in Nederland. Mijn rol binnen iBinder is een stukje verkoop, maar met name ook klantondersteuning. Naast mij zit Erik en hij zal zichzelf even aan jullie voorstellen. Ja, goedemorgen. Dank je, Dirk. Mijn naam is Erik Thijssen. Ik ben sinds 6 maanden verbonden aan iBinder. Heb een jarenlange ervaring, met name in de IT. En op dit moment verantwoordelijk voor de verkoop in Noordwest-Nederland. Fijn, dankjewel. We gaan van start. Voor degenen die ons bedrijf nog niet kennen, ons bedrijf heet iBinder. En wat wij doen, wij maken cloud-oplossingen in bouw- en vastgoedprojecten, voor bouw- en vastgoedprojecten. En dat begint natuurlijk al bij het project, de plan- en ontwikkelfase. Vervolgens gaat het door naar een stukje inkoop, bijvoorbeeld aannemersselectie, de realisatie van een project en uiteindelijk het beheer van een project, waarna er ook weer nieuwe projecten kunnen gaan ontstaan. En wat we daarin doen, is dat we ons bezighouden met het uitwisselen van informatie in een project op een zo eenvoudig mogelijke manier. Onze payoff is dan ook building on simplicity, oftewel bouwen op eenvoud. En dat refereert zowel naar het feit dat we ons echt specifiek richten op de bouw en op het vastgoed. En dat al onze oplossingen eenvoudig in gebruik moeten zijn voor iedereen die ermee werkt. Ofwel, de oplossingen bedenken vanuit de behoeften van de gebruiker. Nou, inmiddels hebben we 235.000 gebruikers in ons systeem, waarvan er 20.000 gebruikers elke dag iBinder gebruiken. We komen uit Zweden. We hebben inmiddels vestigingen in 7 landen in Europa. En in Nederland hebben we 1,5 jaar geleden onze vestiging geopend. En daarmee zijn we ook nog relatief nieuw op de Nederlandse markt. Waar gaan we het vandaag over hebben? Allereerst neem ik jullie even mee in de aanleiding naar deze webinar. Vervolgens gaan we kijken naar de succesfactoren in het gebruik van software in projectontwikkeling, maar ook in het algemeen. En wat bepaalt nou dat dat tot een succes wordt? Vervolgens gaan we kijken hoe we die visie hebben vertaald in iBinder. En nemen we even live mee in ons systeem. En ook daarna is er nog ruimte voor vragen en antwoorden. Mocht je dus dan ook vragen hebben, stel deze dan gerust in de chat. Erik die zal die vragen ook monitoren. En aan het einde van de webinar zullen we deze ook zoveel mogelijk beantwoorden. Als de tijd te kort is of de vragen misschien te omvangrijk zijn, dan zullen we zorgen dat we die achteraf alsnog zullen beantwoorden en dat ook met jullie zullen delen. Nou, allereerst even de aanleiding tot deze webinar. In de vastgoedsector, maar ook in de bouwsector, liggen er veel kansen om efficiënter te werken door in te zetten op digitalisering. En tegelijkertijd is dat ook nodig om de uitdagingen in de markt het hoofd te bieden. De coronacrisis is hierin een versneller gebleken. Ineens werden we gedwongen om na te denken hoe we technologie kunnen inzetten om überhaupt te kunnen blijven samenwerken. We hebben bijvoorbeeld massaal Microsoft Teams, Microsoft Teams, Zoom en dergelijke oplossingen omarmd. Maar er liggen nog heel veel kansen. En die kunnen ook bijdragen aan de herstel van de economie. Doordat de digitalisering daar ook gewoon een belangrijke factor in is. Kortom, er liggen veel kansen. Hoe kun je die benutten? Nou, daar gaan we naar kijken. Want belangrijk is daarbij om te kijken, als je dan ook software inzet,
Wat zijn dan ook succesfactoren? Wat zorgt ervoor dat je dat tot een succes kunt maken? We kennen allemaal de verhalen van bedrijven waarvan de inzet van software geen succes is geworden, of dat het heel moeizaam is verlopen. Maar wat maakt het nu wel tot een succes? Nou, om dat uit te leggen, doe ik dat aan de hand van een voorbeeld. En daarvoor gaan we exact terug in de tijd, 83 jaar, maar liefst, naar het jaar 1937. Want vandaag, op 27 mei in dat jaar, werd een iconisch bouwwerk geopend. En dat is de Golden Gate Bridge in San Francisco. En dat zag er toen zo uit. Nou, we kennen die brug eigenlijk meer van dit plaatje, de brug in kleur. Een bekend plaatje, we hebben het vast allemaal wel eens gezien. En het grappige is dat een brug en de inzet van software veel overeenkomsten kennen. En daarom gebruik ik ook deze brug om dit uit te leggen. 5 belangrijke succesfactoren wil ik hier met jullie delen. En de eerste is, als je kijkt naar een brug, die brengt je van A naar B. En die doet dat heel doelgericht. Een brug is altijd een rechte lijn. Eigenlijk bijna altijd. Zo'n efficiënt mogelijke manier om vanaf de ene kant naar de andere kant te komen. Vroeger moesten de mensen in San Francisco hier de baai oversteken, de zeestraat oversteken, en dat duurde 20 minuten. En tegenwoordig gaat dat veel sneller. En software moet eigenlijk precies hetzelfde doen. Het moet je ondersteunen om op een efficiënte manier een doel te bereiken ten opzichte van je huidige manier van werken. Daarbij is het dus ook heel belangrijk dat je weet, als je software gaat inzetten, welk doel je daarmee wil bereiken. Hoe moet het je gaan helpen? Want een brug of een stukje software is een middel en nooit een doel op zich. En wanneer het een doel op zich wordt om softwareprogramma's te gaan vullen met informatie en het meer tijd gaat kosten dan dat je voorheen kwijt was in je proces, dan werkt het niet voor je. En ook hier is het dus weer belangrijk om af te vragen, wat is het dat een softwareoplossing voor mij moet doen? Welk doel wil ik bereiken door het inzetten van die software? Nou, een derde succesfactor is dat een brug en ook software betrouwbaar moet zijn. Ja, als je kijkt naar een brug, moet die bereikbaar zijn. Je wilt erop kunnen rekenen dat die brug er elke dag gewoon is en goed functioneert. Dat die veilig is, maar ook dat die onderhouden wordt en meegroeit met de eisen van de tijd. Als die brug zwaarder belast gaat worden door de jaren heen, dat die dus ook daarop versterkt wordt, dat die al berekend is. Met software werkt het even zo. Je wilt erop kunnen rekenen dat een oplossing altijd beschikbaar is, dat het altijd werkt, dat deze veilig omgaat met je gegevens en je bestanden ook veilig zijn opgeslagen en dat ook dat stukje software continu onderhouden wordt en meegroeit met zijn tijd. Een vierde, een heel belangrijk aspect voor het laten slagen van de inzet van een stukje software, is dat het eenvoudig in gebruik is voor iedereen. Een brug kan ingewikkeld zijn om te bouwen, een stukje software kan misschien ingewikkeld zijn om te bouwen, maar het gebruik ervan moet eenvoudig zijn. Een brug, daar moet je gewoon van A naar B kunnen, en een stukje software moet je gewoon direct uit de voeten kunnen. Want acceptatie door gebruikers bepaalt de mate van succes. Als een brug niet wordt gebruikt, had je net zo goed niet kunnen bouwen. Als een stukje software niet of niet goed wordt gebruikt, dan kan je het net zo goed niet gebruiken. Dus het is van belang dat de gebruikers van een stukje software het ook graag gebruiken en dat het gewoon eenvoudig werkt. Het laatste is een goede ondersteuning. Als je vast komt te zitten, wil je terug kunnen vallen op goede ondersteuning die je helpt om weer vooruit te komen. Nou, als we dan kijken naar onze visie, dan staat bij ons ook echt voorop dat acceptatie door gebruikers de mate van succes bepaalt. De succesfactoren even hier links. Nou, hoe hebben we dat nou vertaald in iBinder? Net al even aangegeven, we kijken in dat hele, de hele levenscyclus eigenlijk van een object, hebben we oplossingen om informatie eenvoudig te kunnen delen. En als we naar iBinder kijken, dan zijn onze oplossingen heel doelgericht. Specifiek gericht op bouw en vastgoed, waarbij het delen van informatie over een project zo efficiënt mogelijk moet kunnen worden gedaan. En iBinder is een projectomgeving waarop je alle informatie als tekeningen, modellen, rapporten, foto's en overige bestanden heel eenvoudig kunt structureren en met elkaar kunt delen. Het moet een middel zijn, een middel om dit te doen.
Dus in plaats van dat je bestanden bijvoorbeeld deelt per e-mail, WeTransfer, Dropbox of een andere oplossing die misschien wat ingewikkelder werkt, is iBinder ook een middel om een doel te bereiken. En dat zo eenvoudig mogelijke manier te doen. Het moet betrouwbaar zijn. Nou, wij zorgen ervoor dat onze diensten altijd bereikbaar zijn. Ze staan in de cloud, maar we hebben alle maatregelen getroffen, zodat je daar altijd ook gebruik van kunt maken. En ook alle informatie op een beveiligde plek opgeslagen staat. We onderhouden continu onze diensten en investeren ook fors in nieuwe productontwikkelingen, zodat we ook met onze tijd meegaan en in de behoeften blijven voorzien van klanten. Nou, wat dan ook echt kenmerkt is eenvoud. iBinder, eigenlijk alles wat we doen, moet eenvoudig zijn voor de gebruiker. En niet voor 90% van de gebruikers, maar voor 100% van de gebruikers. Dat is echt ons streven. Maar daarom hebben we ook onze projectomgeving gebouwd als de digitale variant van de ordner, de projectmap. In het Engels is dat binder, de digitale variant, dus iBinder, de I staat ook voor het digitale tijdperk. Nou, en mocht je er ook met onze software niet helemaal uitkomen, dan hebben we ook gewoon de beste ondersteuning die je kunt krijgen om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk daarmee weer on track bent. Wat ik ga doen, ik ga jullie live meenemen in iBinder om ook even te laten zien, te kunnen duiden hoe we dat nou precies hebben gedaan. En daarvoor ga ik nu even overschakelen naar mijn webbrowser. Die zien jullie nu in beeld. Dit is onze website. Als je naar iBinder.nl gaat, dan kom je hieruit. En het enige wat je nodig hebt om iBinder te gebruiken is een internetverbinding en een webbrowser. En meer is er niet nodig. Rechts in het menu, of als je hier rechts klikt, dan opent zich het menu. Daar vind je onder andere tips en handleidingen die je direct op gang helpen op het moment dat je ergens vragen over hebt. En net al even aangekondigd, bovenin kun je inloggen. Nou, als ik daarop klik, dan kom ik hieruit. En het enige wat je nodig hebt is een mailadres om te kunnen werken met iBinder. Standaard staat iBinder ingesteld op de Nederlandse taal. Maar als ik hier op het vlaggetje klik, kan ik hem ook eventueel in het Engels zetten. Of zelfs nog eigenlijk alle andere talen van de landen die je hier ook ziet. Dus ook als je werkt in een internationale context of met Engels sprekende partijen, kan je dat gebruiken. Ik log in en vervolgens kom ik uit letterlijk op een boekenplank waar ik mijn projecten, waar ik mijn ordners terugvind. Nou, hier zie je alle mappen die je zelf hebt gemaakt, maar ook de mappen waarin je wellicht bent uitgenodigd door een ander. Ja, dus die interface die ziet er, het aantal mappen op die boekenplank ziet er voor iedereen anders uit. Onderin hebben we vier boekenplanken waar je de beschikking over hebt. En als een boekenplank te vol wordt, kun je natuurlijk van rechts en naar links schuiven. En je kan ook heel makkelijk de mappen verplaatsen op de boekenplank. Maar ook zeggen dat je bijvoorbeeld een map op een andere boekenplank neer wilt zetten. Die staat nu hier. Ik zet hem weer even terug. En dan gaan we even naar de eerste boekenplank. Hier een zoekfunctie die op de ruggen van de mappen zoekt. Dus als ik hierop klik, dan heb ik direct een overzicht van al mijn mappen in iBinder. Zowel op die boekenplanken als ook... Daar is die weer. Als ook hier in de opbergdoos. Want alles wat je niet in beeld wil hebben, kun je eenvoudig naar een opbergdoos toeslepen. Nou, allereerst open ik even een map waarin ik ben uitgenodigd als deelnemer. Dus ik heb deze map niet zelf gemaakt. Iemand anders heeft deze map gemaakt en ik ben hier toegevoegd in dit project. Dus op het moment dat je de map openslaat, het eerste wat je ziet is de inhoudsopgave. Met ook hier aan de rechterkant de tabbladen. En we hebben lichtgekleurde tekst, grijze tekst en zwarte tekst. Lichtgekleurd betekent dat een tabblad niet gevuld is. Dus als ik hier deze openklik, definitief ontwerp, dan is die helemaal leeg. Klik ik hier bijvoorbeeld het tabblad adviseurs open, dan zie ik hier een aantal submapjes, met ook hier weer een aantal zwarte mapjes. Daar zitten documenten in en de rest is leeg. Alles wat we doen is erop gericht om je zo snel mogelijk, zo efficiënt mogelijk van de juiste informatie te kunnen voorzien. Nou, in het tabblad deelnemers, daar kun je ook gelijk zien wie er nog meer betrokken is in dit project. Dus hier zien we een aantal gebruikers, een aantal deelnemers in dit project.
met daarbij ook hun projectgegevens, hun persoonlijke gegevens moet ik zeggen, waar je ze dus ook kunt contacten. En in plaats van dat we dus in dit project informatie met elkaar delen per WeTransfer, mail of Dropbox, doen we dat hier in iBinder. Nou, hoe werkt dat dan? Als ik hier naar adviseurs ga en op architect klik, dan vind ik hier documenten terug. In dit geval de documenten van de architect. Nou, wat je normaal gesproken natuurlijk hebt, is de bestandsnaam van een project. Maar in iBinder kun je daar meer informatie aan toevoegen. En dat zie je hier. In het geval van tekeningen is dat dezelfde informatie die ook rechtsonder op het stempel van de tekening afgedrukt staat. Die documenten die kun je direct openen in een viewer en dan kun je ze direct bekijken. Maar uiteraard kun je die informatie ook downloaden. Eén ding weet je in ieder geval altijd zeker, dat je hier in het project de laatste informatie vindt. En hier zien we bijvoorbeeld tekening S01. Als ik erop ga staan, dan kan ik ook zien wie het heeft geüpload en wanneer. En ik zie hier dat wijziging B, met de wijzigingsdatum 27 mei 2020, de laatste versie is van tekening S01. Klik ik nu heel specifiek hier op dat B'tje, dan zie ik ook de oude versies eronder terug. Dus we kijken altijd allemaal naar de laatste versie, ook als ik het bestand open of hier download, dan weet ik zeker dat het altijd tekening S01 wijziging B is, maar oude bestanden kan ik wel eenvoudig terugkijken. Nou, om nou op de hoogte te blijven van nieuwe documenten die zijn toegevoegd, wijzigingen die zijn gedaan, heeft ook elke gebruiker een persoonlijke map waarin die kan instellen dat die daarvan op de hoogte wordt gehouden. Dus ik heb hier de persoonlijke map geopend. Hier zie je mijn persoonlijke gegevens. Elke gebruiker kan die dus ook zelf aanpassen en beheren. Wel zo fijn ook in het kader van de AVG. En ook hieronder kan de gebruiker, ook weer in het kader van de AVG, bepaalde instellingen wijzigen. In die persoonlijke map zit een tabblad activiteitenrapport. Die staat standaard uit, omdat mensen er nog een hekel aan hebben als ze automatisch e-mails krijgen uit een oplossing. Maar die kun je dus aanzetten, waarbij je dagelijks of wekelijks een overzicht krijgt, 's ochtends in je mailbox, van alle wijzigingen in de projecten waarin je werkt. Zodat je ook altijd op de hoogte bent dat daar dingen zijn gebeurd en daar een notificatie van kunt krijgen. Nou, hoe werkt het nu als je zelf een project gaat starten? Dat ga ik je laten zien. Aan de rechterkant, waarschijnlijk al even opgemerkt, daar bevindt zich het menu. En als ik hier klik, kan ik een nieuw project aanmaken. En dat doe ik als volgt. Ik kan nu kiezen uit de 3 modules die we op dit moment aanbieden. Project, eigenlijk voor het project waarin je met elkaar samenwerkt. De inkoop, bijvoorbeeld voor de aannemersselectie, waarin je informatie deelt met de aannemers die vervolgens een aanbieding kunnen doen en uiteraard van elkaar dan niet kunnen zien wie er nog meer zijn uitgenodigd. En als het project is afgerond, vastgoedbeheer om ook alle informatie gestructureerd op te slaan, daar contractbeheer aan toe te voegen met notificaties en onderhoudsmeldingen. Nou, in dit geval start ik een project en ik heb 2 schablonen ingesteld. Dat kan je als gebruiker gewoon zelf doen. Ik kan starten met een lege map of een schabloon voor een ontwikkelaar. Daar starten we vandaag mee. En we gaan in Utrecht 64 appartementen bouwen. Zet er nog even bij dat het nieuwbouw is. De map die start vandaag. Dus standaard staat hier op de datum van vandaag. En ik kies hier even voor demo. Nou, de demo-omgeving is gewoon de volwaardige omgeving. Alleen is het gewoon een niet betaalde variant. Dus ook als je zelf een account aanmaakt, kun je altijd kiezen voor demo. En dan kan je het ook gewoon naar hartelust uitproberen. Nou, als beheerder kies je nog een kleur voor de map. We halen het zonnetje in huis met een gele map. En vervolgens staat dat project hier. Nou, klik ik die open, dan zit daar nu al een standaard structuur in die ik vanuit dat schabloon heb ingesteld. En ik heb daarbij aangegeven in dat schabloon dat ik altijd wil dat deze tabbladen direct zichtbaar zijn. En vanuit het menu kan ik eventueel daar ook nog meer tabbladen aan toevoegen. Dus stel dat ik zeg, goh, in dit geval is financiering ook van toepassing, dan vink ik die aan en dan hop, dan wordt die hieronder toegevoegd. Nou, zijn er nou tabbladen die niet standaard in je schabloon zitten, dan kan je die natuurlijk ook gewoon zelf toevoegen. Dus bijvoorbeeld dat ik zeg, correspondentie, die mis ik nog, die wil ik ook graag hier aan toevoegen. Dan kan ik dat op die manier gewoon doen. Nou, op het moment dat ik die structuur heb gemaakt,
dan kan ik hier deelnemers uitnodigen die toegang krijgen tot deze map. Nu ben ik de enige die ook toegang heeft. Ik ben de beheerder, vandaar dat hier ook staat administrator. En vanuit het menu kan ik heel eenvoudig mensen toevoegen op basis van een mailadres. Nou, ik heb alvast even een aantal mailadressen hier klaarstaan. Die kopieer ik er even in. En die kun je dus ook gewoon in een reeks achter elkaar toevoegen. En vervolgens dan klik ik weer op de groene knop en worden ze op de achtergrond toegevoegd. Nou, wat we hier zien, een viertal gebruikers die ook een foto hebben en waar ook hun gegevens staan ingevuld. En eentje waarbij dat niet het geval is. In dit geval zijn Bob, Denise, Joke en Lex al bestaande gebruiker in iBinder. Vandaar dat hun gegevens ook al zijn ingevuld. Piet de Heer is dat nog niet. Die heb ik nu uitgenodigd per mail. En zodra Piet inlogt, Piet krijgt een mail met daarin ook direct een wachtwoord, vult hij zelf zijn gegevens in en is hij ook aangehaakt op het project. Nou, op het moment dat iemand ook daadwerkelijk in de map actief is, dan verschijnt ook een groen vinkje. Dus ook als beheerder van zo'n project kun je altijd zien of de mensen aangehaakt zijn. En als ik daarop ga staan, dan zie ik ook wanneer iemand voor het laatst is ingelogd. Nou, standaard is het zo dat iedereen die je in je project toevoegt, toegang heeft tot de tabbladen en documenten kan bekijken en downloaden. Ik kan die rechten aanpassen door hier deelnemers te selecteren en dan vervolgens in de minuten te zeggen van goh, wat mogen ze wel, wat mogen ze niet. Hij begint bovenaan en werkt het lijstje af naar beneden. Ik ben de beheerder. Vervolgens krijg ik hier Piet. Ik kan aangeven dat Piet ook documenten moet kunnen uploaden of dat hij alleen maar documenten kan bekijken en downloaden. En zo kan ik dat eigenlijk voor iedereen doen. Nou, daarbij kan ik ook nog een discipline selecteren van een gebruiker, zodat we vervolgens ook in het lijstje kunnen zien wie er nou voor welk deel in het project verantwoordelijk is. Wie is de architect? Nou, dat zien we eigenlijk ook direct hier. Naast dat we dat in dit geval ook in de bedrijfsnaam zien. Nou, we hebben nu mensen toegevoegd en rechten gegeven. Alleen ik heb net een tabblad financiering toegevoegd en dat tabblad moet niet voor iedereen zichtbaar zijn. Dus wat ik kan doen, ik selecteer het tabblad en vervolgens kan ik de eigenschappen van het tabblad aanpassen en aangeven dat deze afzonderlijke toegangsrechten moet krijgen. Je ziet dat hier nu een slotje staat en dat betekent dat vanaf nu alleen maar de beheerders in deze map toegang hebben tot dit tabblad. En alle andere mensen die hebben dat niet en die zien dit tabblad in hun weergave dus ook niet. Nou, in dat tabblad kan ik vervolgens met een slotje of met de sleutel het slot eventueel ontgrendelen voor andere gebruikers. En dus stel dat Joke deze ook zou moeten kunnen zien en de rest niet, dan kan ik dat op die manier instellen. Nou, in dit geval wil ik dat niet, dus dan doe ik dat op deze manier. Nou, ik heb nu dus deelnemers toegevoegd, de structuur die staat. Dan kunnen we daar natuurlijk vervolgens ook informatie aan gaan toevoegen. Gaan we weer even naar adviseurs en in dit geval de tekeningen van de architect. En dat kunnen we doen op twee manieren. Het kan door hier een knop in te drukken en informatie toe te voegen. Of door heel simpelweg uit bestanden te kunnen slepen. Dus ik sleep hier een aantal bestanden in beeld. En die worden vervolgens geüpload naar iBinder. Vervolgens kan ik zeggen, of kan ik daar nog gegevens aan toevoegen. Eigenlijk de gegevens die we ook net hebben gezien in de eerste voorbeeldmap die ik opende. Ik kan ook zeggen, ik doe dat niet, ik sla dat over. En vervolgens sla ik gewoon die bestanden op in de map. Nou, het enige wat we dan zien is hier de bestandsnaam en hier de uploaddatum van vandaag. Dat kan, alleen ik heb nu geen idee wat eigenlijk de inhoud is van deze tekening. En andere mensen in het project hebben dat ook niet. Dus op het moment dat je ook snel de juiste informatie wil vinden, is het handig om daar informatie aan toe te voegen. Dus dat doe ik nu alsnog. Ik selecteer die bestanden, ga even terug naar het scherm waar we net waren. En vervolgens kan ik hier bijvoorbeeld aangeven de status van een tekening. Ik kan het nog categoriseren. Stel dat dit platte gronden zijn. En dan zeg ik hier platte grond van bouwdeel A, een schaal 1 op 100. De eerste uitgifdatum van deze documenten was op 5 mei. En dat is het dan. Ik heb nog geen wijzigingen, gewoon geen nieuwe versies. Als ik nu hier klik, dan slaat hij deze gegevens op voor tekening C01. En begint hij eigenlijk weer met een leeg veld voor, in dit geval tekening C02. Nou, omdat de meeste gegevens ook gelden voor die andere tekeningen in dezelfde tekeningsset, kan ik dit heel makkelijk aanvinken, zodat hij die gegevens vasthoudt.
En als ik dan nu doorklik, dan hoef ik dat niet allemaal opnieuw in te vullen. Kan ik bijvoorbeeld alleen even de beschrijving aanpassen. En alle overige velden, die waarde neemt hij gewoon direct over. Eigenlijk een hele snelle manier om documenten toe te voegen met dezelfde metadata. Kijk, dat zien we dus nu hier. Hè? We hebben al die gegevens hier nu in staan. Nou, als ik nu op zoek ben naar de plattegrond van bouwdeel C, dan weet ik in ieder geval dat ik tekening C03 moet openen of downloaden en al die andere bestanden niet nodig heb. Nou, waarvoor is dit nu ook handig? Stel nu dat er nieuwe versies komen van deze documenten, dan werkt dat in iBinder zo. Ik voeg de documenten opnieuw toe met dezelfde bestandsnaam als dat ze ook al hebben in iBinder. En dus tekening C01 heet nog steeds tekening C01. En iBinder die ziet dan van, hé, dit bestand ken ik al. Dus al die gegevens hoef ik niet meer opnieuw in te vullen. Hij maakt er automatisch een wijziging A van, omdat hij ervan uitgaat dat dit de eerste wijziging is. En dus wijziging A. Je kan hem ook aanpassen naar wijziging 1. En dan worden de volgende 2 en 3. Begin ik met A, dan wordt het A, B, C, etc. De wijzigingsdatum, de suggestie die hij doet, is de uploaddatum van vandaag, 27 mei. Maar die kan ik uiteraard ook aanpassen. Nou, die wil ik aanpassen voor al die... pardon. Al die documenten. Dus die vink ik weer even aan. En dan zeg ik hier alles opslaan. En dan, hoppakee, doet hij dat direct voor al die documenten. Dus we zien hier nu van al die tekeningen een wijziging A. En waarbij ook als we daar weer op klikken, de oude versie daaronder heel snel zichtbaar wordt. Nou, hartstikke mooi. Net al even laten zien dat elke gebruiker zelf kan instellen dat hij elke dag of elke week een update krijgt van de wijzigingen in een project. Maar je kunt ook direct mensen er even op attenderen dat je iets nieuws hebt toegevoegd. Dus we hebben hier een tabblad berichten. Daar kan ik een mededeling sturen, een prikbordberichtje. En dat doe ik door hier te klikken. En vervolgens aan te geven, oké, ik weet dat Pop hierop zit te wachten en Joke ook. Dus die selecteer ik, de rest niet. En dan kan ik aangeven dat ik nieuwe tekeningen toegevoegd, bla bla bla. En in dit geval krijgen de twee mensen die ik net heb geselecteerd nu in hun mailbox direct een mailtje binnen waarin ze dit bericht zien. Ik zal het even laten zien hoe dat eruit ziet. Hop, als volgt. Hop, deze niet. Deze. Klik hier en lees het bericht. En dan zie je hier direct het bericht. Dus je hoeft niet eerst in te loggen om het bericht te kunnen lezen. Die zie je direct. Nou, dat is dus ook een manier waarop je kunt communiceren. En daar moest ik zijn. Wat je daarnaast ook kunt doen is niet alleen mededelingen versturen, maar je kan ook vragen en antwoorden starten. Dus je kan ook een bepaald issues in het project, de communicatie daarover kun je doen in iBinder. Nou, wat is verder nog van belang? Hè? Ik ben in dit geval beheerder van deze map. Daarbij is het ook fijn om in ieder geval te kunnen weten of mensen aangehaakt zijn. Al even aangegeven, dat kan ik hier doen. Hier zie ik dat deze mensen nog steeds niet zijn ingelogd. Als ze dat wel hebben gedaan, dan verschijnt dat groene vinkje daar. Maar er is ook nog een activiteitenlogboek. En daar kan ik hier op klikken, dan wordt hij hier weergegeven. Eigenlijk vanaf het moment dat we de map zijn gestart, tot met de dingen die ik net heb gedaan. En die kan ik ook nog iets overzichtelijker weergeven door even aan te geven, ik wil het logboek zien. En dan kies ik even gisteren tot aan morgen. Dan neemt hij vandaag mee. Dan download ik het logboek en dan zie ik hier een bestand waarin eigenlijk al die acties worden weergegeven. Je ziet erbij ook bijvoorbeeld een linkje. Op het moment dat het iets over een document gaat, dan kan ik op dat linkje klikken. En dan springt hij ook direct even daar naar de plek toe waar dat document staat, zodat je die ook snel kunt terugvinden. Nou, in de basis is dit ons idee van iBinder. Dus eigenlijk een hele eenvoudige omgeving waarbij we gebruik maken van die projectmap. Waarom nou die projectmap? Waarom hebben we daarvoor gekozen? Eigenlijk omdat die manier van werken voor iedereen al bekend is. Dus als je een projectmap kunt gebruiken, echt een fysieke map, dan snap je ook hoe iBinder werkt. Zelfs als je dus heel weinig ervaring of affiniteit hebt met software, dan nog is iBinder eenvoudig te begrijpen. En ook heel duidelijk hebben we gekozen om niet
een werkbalk te hebben met allerlei menuopties, maar echt grote iconen waarmee je iBinder bedient. En ook op het moment dat je iets selecteert in het programma, dat dan pas relevante nieuwe functies zichtbaar worden. Nou, dat is eigenlijk de basis van iBinder. Nou, wat misschien nog wel aardig is om eventjes te zien, is hoe dat werkt met bijvoorbeeld een aannemersselectie in iBinder inkoop. Dus op het moment dat we een nieuwe map starten, in dit geval heet die nog tender, en dat wordt zo meteen wordt dat iBinder inkoop, die hebben we net hernoemd. Nou, stel dat we nu voor ditzelfde project een aannemer willen selecteren. Dan voeg ik een inschrijfdatum toe. Dus bijvoorbeeld op 30 juni moet dat binnen zijn om 1 uur. En ik kies ook hier weer even voor een demo hetzelfde kleurtje. En vervolgens maak ik die map aan. Nou, die wordt zichtbaar ook hier op de boekenplank. Hij is iets smaller dan de projectmap. Waarbij je ook eigenlijk direct ook ziet dat het een ander type map is. En daar zitten standaard een aantal andere tabbladen in dan in het project. Een tabblad deelnemers waarin ik collega's kan uitnodigen, misschien externe adviseurs die deze map kunnen vullen. De inschrijvers, de aannemers die ik ga uitnodigen, die gaan we zo meteen hier toevoegen. Vervolgens kan ik de map publiceren naar die partijen toe, in het tabblad publiceren en aanpassen. En in het tabblad inschrijving kan ik straks de aanbiedingen terugvinden van die aannemers. Nou, hier kan ik ook weer uit een schabloon kiezen, maar natuurlijk ook zelf tabbladen maken. In dit geval hebben we tekeningen en de planning die we nu willen delen. Dus voor de vorm voegen we even een aantal tekeningen toe. Bijvoorbeeld de tekeningen van de bestaande situatie. Dus ik maak een submapje aan. En gebruik even de andere manier van uploaden. Hier door vanuit het menu te klikken. Hop. Doe ik even één tekening. Voor de beeldvorming. En de planning. Die voegen we ook toe. Hop, de planning. Hartstikke idee. Daar is die. Nou, we hebben nu documenten toegevoegd die we willen gaan delen. Dus dat doen we niet meer via WeTransfer. Dat doen we dus zometeen hier in iBinder inkoop. En vervolgens kan ik inschrijvers toevoegen. En dat werkt dezelfde manier als dat je ook mensen kunt uitnodigen. Dus in dit geval heb ik Joke Jansen. Die ik wil uitnodigen. En Jan de Wit. Dat zijn natuurlijk demo-accounts die ik toevoeg. Dus ik heb hier in dit geval eventjes twee aannemers die ik toevoeg. Bouwbedrijf Jansen en aannemersbedrijf de Wit. En die kunnen zo meteen van elkaar uiteraard niet zien dat ze zijn uitgenodigd. Nou, wanneer ik inschuivers heb toegevoegd, dan herinnert iBinder er ook even aan van, joh, let op, je moet die map nog wel even publiceren naar die partijen. En dat doet hij niet alleen door het tabblad rood te kleuren, maar ook door de rug van de map rood te kleuren. Ik ga dan naar het tabblad publiceren en aanpassen. En vervolgens kan ik hier aangeven, ik wil de aanvraag publiceren. En dan kan ik ook nog een gepersonaliseerd e-mailberichtje meesturen. Met hierbij de uitnodiging tot. Ik kan even nog een laatste dag en tijd voor vragen toevoegen. Bijvoorbeeld 15 juni om 1 uur. Hoppakee. En vervolgens publiceer ik die aanvraag naar in dit geval Joke en naar Jan. Nou, die krijgen nu een e-mailbericht waarin ze dus ook op worden geattendeerd dat ze hier zijn uitgenodigd. En wat ik nu even ga doen, ik log even in als Jan om te laten zien hoe dat er voor Jan uitziet. Nu zegt hij dat mijn beeld niet meer deelt. En waarom doet hij dat niet? Nou, doet hij dat. Even kijken, want ik moet deze selecteren. Dus jullie zien nu een nieuw inlogscherm, waarbij ik als Jan inlog. En dan is het gelijk een controle dat je wel het goede wachtwoord in moet vullen, want anders doet hij dus niks. En dan komen we nu uit in de omgeving van Jan. Nou, je ziet al, Jan die heeft het best wel druk. En hier heeft hij nog eens een keer een mapje bijgekregen. En dit is vervolgens hoe het er voor Jan uitziet. He, dus waar we net die tabbladen hadden die versleuteld waren, waar een slotje achter stond, en we hier opties hadden om die map te vullen, is dit de weergave van Jan. Hij kan hier nergens zien wie er verder nog zijn uitgenodigd. Hij ziet hier een tabblad tekeningen en planning waar hij de documenten in vindt. En in de tabblad inschrijving kan hij vervolgens zijn aanbieding uploaden.
Nou, Jan, je kan vervolgens zeggen, ik wil die hele map direct downloaden als een zipbestand. Of ik wil bij een repro de informatie laten afdrukken. We hebben koppelingen met verschillende repro's. Of hij kan direct zeggen, ik doe niet mee aan dit verhaal. Nou, Jan die heeft die informatie bekeken. En in dit geval is hij daarmee aan de gang. En ondertussen hebben wij nog nieuwe informatie die we willen toevoegen aan de inkoop. Ja, dus we hebben hier nieuwe informatie die we willen toevoegen. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe tekeningen die we willen bijvoegen. Nou, dat kan door naar het tabblad publiceren en aanpassen te gaan. Dan klik ik vervolgens op nieuwe aanvulling starten. En die kan ik nummeren van 1 tot met weet ik veel hoeveel. Of ik noem hem noten van inlichtingen 1. Dat kan natuurlijk ook. De map wordt weer even geopend aan onze kant om informatie toe te voegen. En daarom kleurt hij ook weer even rood als reminder om hem zo meteen ook weer te delen met de partijen. En ik voeg hier nog even een paar tekeningen toe. Hup, tekeningen. Hoppakee. Tekening C02 voegen we toe. C03 en C04, dat is dus een nieuwe versie. Hè? Dan wordt er automatisch een wijziging A. Nou, ik heb die informatie toegevoegd en vervolgens publiceer ik die opnieuw naar die inschrijvers. Kort berichtje erbij, aanvulling publiceren. In dit geval krijgen die twee inschrijvers weer een berichtje per mail. Van goh, let op, er is iets weer met jullie gedeeld. En dan ga ik weer eventjes naar de andere browser van Jan. Want als Jan dan opnieuw inlogt, dan ziet hij dat als volgt. Hij ziet hier die map en hij ziet een klein mapje die ernaast bij is gekomen. En alle documenten staan natuurlijk in deze map. En alleen in de wijziging kan hij direct zien welke documenten erbij zijn gekomen ten opzichte van de voorgaande keer. Dus hij ziet nu, hé, met dat tekeningen is iets bijgekomen in de submap bestaande situatie. En ziet hij dus dat er een nieuwe versie is van tekening C04. En dat er twee tekeningen bij zijn gekomen. Hij hoeft dus niet te zoeken naar wat er is gewijzigd, maar ziet dat direct. Nou, Jan die is klaar en die is klaar om zijn inschrijving toe te voegen. Dat doet hij dus dan ook. Hoppakee. Door hier zijn offerte met een inschrijfstaat en misschien nog wel een plan of andere documenten daar aan toe te voegen. En vervolgens kan hij ook nog even een berichtje sturen. Daarbij doen. Hierbij mijn aanbieding. Hij slaat hem op en vervolgens verstuurt hij de inschrijving. Dan krijgt hij ook een bevestiging van per e-mail en hij kan ook nog even een bevestiging afdrukken, zodat ook altijd duidelijk is dat dat goed is gegaan. En vervolgens is die verstuurd. Nou, gaan we nu weer even kijken naar onze weergave, daar waar we de map net hebben gemaakt. Dus we gaan even weg uit het account van Jan. En loggen we eventjes in het account waarmee we de inkoop zijn gestart. Dan zien we ook hier die kleine map natuurlijk naast staan. Wat dan ook wel weer handig is om altijd terug te kunnen kijken wat we bij welke aanvulling hebben gedeeld. En als ik hier nu op klik, dan zit ik nog in die van Jan zo te zien. Even kijken, deze moet ik hebben. Hop, even naar de boekenplank. Daar staat hij. En dan zie ik dus hier dat het tabblad inschrijving ook zwart is gekleurd. En die is nu gevuld met informatie. En ik zie nu, aannemingsbedrijf De Wit heeft iets toegevoegd en bouwbedrijf Janssen nog niet. Nou, hier vind ik dus die documenten plus het bericht van Jan vind ik terug. Het is eigenlijk een hele efficiënte manier om informatie te delen met partijen die je graag wil vragen ook om een aanbieding te kunnen doen. En ook op het moment dat je daar informatie aan toevoegt in wijzigingen, altijd ook terug te kunnen zien van oké, wat hebben we op welk moment met welke partijen gedeeld. Nou, dit is eigenlijk wat ik graag even met jullie wilde delen. Ik zou het nog eventjes kort samenvatten. Hop. Waar we het over hebben gehad. Dus even een korte samenvatting. De aanleiding waarom we dit hebben gegeven, succesfactoren en ook hoe we die hebben vertaald in iBinder en ook waarom het zo'n groot succes is geworden. En uiteraard wil ik ook graag jullie nu ook de gelegenheid geven om eventueel vragen te stellen die we ook kunnen beantwoorden.
Bij deze. Ja, er was één vraag van Rob op Goedhart en het ging over submappen. Ja. Even aangegeven dat dat mogelijk is. Dus ja. Kun je dat even laten zien? Want hij vroeg zich af of je ook submappen kon maken ja. In een binder om daar ja. Voor bijvoorbeeld architecten en ondernemers ook. Ja. Ja, goede vraag. Ik zal het direct even laten zien. Dan ga ik even hier naartoe terug. Hop. Zoals hier bijvoorbeeld even deze map pakken. Nee, dit is niet het allerbeste voorbeeld. Laten we even de projectmap pakken van dit werk. Dan kan je op het moment dat je een tabblad maakt of een bestaand tabblad hebt waar je iets in wil aanpassen, kan ik aangeven wat voor type tabblad dat moet zijn. Of het een tabblad is zonder submappen, of dat er één moet zijn met submappen, of dat die automatisch de metadata pakt voor het gebruik van tekeningen. Dus als ik hier zeg een tabblad met submappen, en laat ik hem eens verslagen noemen. Op het moment dat ik dan ook naar dat tabblad toe ga, dan kan ik hier, dan moet ik zelfs eerst submappen aanmaken. Bouwvergadering. En noem het maar op. En dat kan je eigenlijk tot in den treuren doen. Dus ik kan deze submap nu openen. Hier kan ik die documenten toevoegen. Maar ik kan ook aangeven dat ik ook hier nog weer een onderverdeling in wil maken. En dus eigenlijk op die manier kan je dat oneindig doen. Zou je adviseren om dat zo beperkt mogelijk te houden. Hè, zodat je het overzicht goed houdt. Maar het is absoluut mogelijk. Ja. Erik, heb je nog andere vragen? In de chat heb ik een andere vraag gezien. Ja. Wat je misschien nog kunt benaderen is zeg maar, dat de tarifering per project is. Dus je betaalt alleen maar voor het gebruik van de map. Ja. En als je dat is het begin van, bij het begin van het project en als het project eindigt, dan stopt het tarief. Ja. En dan kun je ook opbergen. Misschien dat ja. Even nog benaderen. Ja, inderdaad. Vaak heb ik ook de vraag die we krijgen van wat kost het en hoe werkt dat precies? Betaal ik per gebruiker of per hoeveelheid opslag van data? Nou, ik denk dat alles wat we doen is eenvoud voor ons van belang. Dus niet alleen in hoe ons systeem werkt, hoe onze oplossingen werken, maar ook in onze tariefstelling. Dus wij kijken daarin niet naar het aantal gebruikers, maar we kijken naar de omvang van een vastgoedproject. Bijvoorbeeld de geraamde bouwkosten van een project. Daar hebben we een staffel aan gekoppeld, waarin je dus van tevoren exact al weet wat je kwijt bent op het moment dat je iBinder gebruikt. En dat dus ook kunt budgetteren. Dus of er nou 100 gebruikers in zitten, of er zitten 30 gebruikers in, of er zitten er 10 in, dat maakt niet uit. Dat maakt voor de prijs niks uit. Dat is eigenlijk altijd op een hele transparante manier opgebouwd. En daarbij start de betaling op het moment dat je projectmatig gebruikt, op het moment dat je een map aanmaakt. En op het moment dat je klaar bent met het project, kan je eigenlijk heel eenvoudig aangeven, hey, ik ben hier klaar mee, ik wil hem archiveren of ik wil hem verwijderen. Je kan ook nog in beide gevallen aangeven dat je de hele map in de structuur met alle versies in een zipbestandje krijgt per e-mail. Maar je kan hem ook archiveren. En wat er dan gebeurt, ik doe dat nu direct even. Dan zie je hier een A'tje verschijnen, gearchiveerd. En op dit moment heb je nog steeds toegang tot de map. Je kunt daar nog steeds ook mensen in uitnodigen. Je kunt alleen geen nieuwe informatie hier meer aan toevoegen. Dus je kan zowel het archief gebruiken. Het als archief gebruiken, daar betaal je verder ook niet voor. Maar je kan ook altijd, te alle tijden, alle informatie zelf als zipbestand downloaden. Ik hoop dat ik daarmee je vraag heb beantwoord, ja. Rob. Rob zegt ja. Er is ook een vraag van een gebruiker die vraagt hoeveel actieve gebruikers we in Nederland hebben. Ja, op dit moment hebben we zo'n 1500 actieve gebruikers in Nederland. En dat groeit met de dag. Dat zijn de vragen via de chat. Ja, nou, een van de vragen die we ook nog wel vaak krijgen is van, goh, we gebruiken Dropbox, we gebruiken OneDrive of Google Drive. Waarom zou ik dan ook nog iBinder gebruiken? En wat is daar nou een voordeel van? Erik, zou jij kort die vraag kunnen beantwoorden? Ja, ik heb vanuit mijn achtergrond veel gewerkt met OneDrive en gebruik ook Dropbox. En je ziet eigenlijk dat dat hele goede en mooie archiefsystemen zijn. Waarbij je eigenlijk via de bekende mappenstructuur alle documenten kunt opslaan. Maar iBinder is zeker voor vastgoedprojecten en projectontwikkelaars is veel specifieker.
En met name dat delen van die informatie, wat Dirk heeft laten zien via een e-mailadres, is veel eenvoudiger, waarbij je niet alleen maar het delen van de mappen, maar ook het overzicht over wie kan nou bij welke informatie, wie kan nou informatie ook echt downloaden en uploaden. En hoe kan ik dat ook op een hele eenvoudige manier stoppen en weer activeren, mocht je dat binnen een project op dat moment duidelijk willen hebben. Maar daarnaast heb je gezien dat je op een hele simpele manier tabbladen kunt aanmaken, een subtabbladen kunt aanmaken, dat via een index doet, waarbij je op de bekende manier zoals die in een map zit, ook het overzicht houdt en niet tegen de bekende OneDrive en Dropbox-structuur aankijkt. Voor de rest wordt er binnen iBinder wordt er de informatie gelogd. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke in je project, zodat je kunt zien wie welke informatie downloadt, wie welke informatie uploadt, zodat je als administrator, beheerder van die map, een goed overzicht houdt wat er met de informatie gebeurt. Ja, en zeg maar als laatste, en dat is denk ik ook wel wat het laatste wat Dirk zei, ten opzichte van een eventuele dure abonnementen die je moet afsluiten, betaal je bij iBinder alleen maar op het moment dat je het systeem gebruikt. Dus er zijn eigenlijk toch wel een groot aantal substantiële veranderingen en ik zou zeggen voordelen ten opzichte van een Dropbox, waarbij je overigens niet zo is dat wij Dropbox gaan vervangen of OneDrive gaan vervangen. Het werkt naast deze systemen, werkt ook heel goed samen. Er is een koppeling met Dropbox, waardoor je vanuit je eigen archief heel makkelijk in een project de bestanden kunt delen die je met de projectdeelnemers wil delen. Ja, helder. Dankjewel. Denise, heb jij wellicht nog vragen die je eerder binnen hebt gekregen, die je nog even wilt delen? Sowieso de vraag die jullie zelf net stelden. Van ja, wij gebruiken zelf Dropbox. We zitten dan niet in de projectontwikkeling. Maar waarom inderdaad kiezen voor jullie? Maar helder, duidelijk. Wat natuurlijk ook van belang is binnen projectontwikkeling zijn BIM en 3D bestanden. Is dat ook mogelijk om die te delen binnen jullie product? Ja. Goede vraag. Ja, je kan elk type bestand in iBinder uiteraard opnemen. Ja, als we kijken naar onze viewer, dan kun je op dit moment eigenlijk alle gangbare bestanden ook daar openen. Denk aan de Office-bestanden, PDF-bestanden, AutoCAD-bestanden, dus de DWG-bestanden. En volgende maand, moet ik het goed zeggen, ja, over anderhalve maand voegen we daar ook een BIM-viewer aan toe. En waarmee het dus dan ook mogelijk is om 3D-modellen ook te kunnen bekijken, zonder dat je daarvoor ook eerst zelf nog andere software moet installeren. Ja. Oké, duidelijk. En dan zie ik op de chat in ieder geval zijn er ook nog twee vragen binnengekomen. Ja. Sowieso nog eentje van Rob Goed hier, die ook de eerste vraag stelde. En hij vraagt, in hoeverre werken gebruikers van iBinder nog met documenten opgeslagen op de computer? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld AutoCAD-bestanden nog steeds gedocumenteerd worden op een pc om er tijdelijk aan te kunnen werken. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor opslag van communicatie. Ja, hele goede vraag. En dat is ook wel eentje waar we het nog niet over hebben gehad. En iBinder is met name ook een communicatietool in een project. Een hele overzichtelijke manier om informatie zo makkelijk mogelijk met iedereen te delen. En alleen op het moment dat je die bestanden wil bewerken, dan kan dat online met de Office bestanden. Op het moment dat je een Office 365 licentie gebruikt als bedrijf, kun je Word bestanden, Excel en PowerPoint direct online bewerken en terugzetten als nieuwe versie. Maar als je bijvoorbeeld hebt over AutoCAD bestanden of modellen, die zul je nog steeds moeten downloaden en in je werkomgeving bewerken om ze vervolgens terug te zetten. Dus het is daarmee met name een alternatief op het verspreiden van informatie ook via andere media, zoals bijvoorbeeld e-mail en WeTransfer, waarbij je een heel strak versiebeheer hebt, waarbij dus voor iedereen altijd duidelijk is wat dan de laatste versie is van dat bestand. Maar op het moment dat je die documenten bewerkt, haal je ze naar jezelf toe, bewerk je ze en zet je ze vervolgens terug. Duidelijk. Komen ondertussen nog een paar vragen binnen. Een volgende is, hoe verhoudt dit programma zich ten opzichte van een ISO-certificering? Ja. Er zijn er vier achter elkaar van diezelfde. Een tweede is, daarvolgend, hoe wordt alle data van de gebruikers bewaard in termen van veiligheid? Ja. Is het in servers in Nederland of elders? Ja. De capaciteit ook van een map.
Ja. Is die oneindig en zijn de mappen ook te bereiken en te bewerken via iPad of mobiel? Ja, goede vragen. De eerste vraag, wat was de eerste? De ISO-certificering. ISO-certificering, ja. ISO is natuurlijk een certificering die een aantal richtlijnen geeft, een aantal regels geeft, waar eigenlijk een soort handvaten waarmee je je processen kan gaan opzetten en vervolgens ook kan gaan aantonen dat je daaraan voldoet. En daar past iBuyer natuurlijk heel goed in op het moment dat het gaat over documentbeheer en versiebeheer. Maar ISO is ook wel weer wat vrijer. Hè? ISO zegt niet wat je moet doen. Dus je kan daar je eigen manier van werken natuurlijk op plakken. En wel ervoor zorgen dat je ook daarmee voldoet aan de regels die de ISO stelt. Dus iBuyer zou daar heel goed in kunnen passen. Ja. Was nog in dezelfde vraag de vraag over hoe zit de veiligheid in elkaar van de documenten? Ja, ook een hele goede vraag en ook een hele belangrijke vraag. Ook in het kader van de AVG slaan wij alle informatie op binnen Europa. En dat doen we uit veiligheidsoverwegingen niet op één server, maar op twee verschillende servers. Op ook nog twee geografisch verschillende locaties. De primaire server die staat in Ierland, in Dublin. En de backup server die staat op Schiphol. En dat zijn de servers van Microsoft. Als informatie wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving van Microsoft Azure. En dat is eigenlijk de veiligste database-omgeving ter wereld. Dus dat eventjes wat betreft de opslag van data. Ja, dan is dezelfde vraag nog de capaciteit of die per map oneindig is. Ja, die is oneindig. Dat is ongelimiteerd. Op dit moment hebben we nog wel een limiet aan de grootte per bestand. Per bestand zit er op dit moment een limiet aan van 2 gigabyte. Maar ook met de meest grote BIM-modellen kom je daar doorgaans toch nog niet aan. En op het moment dat dat wel de vraag zou zijn, dan kunnen we dat ook projectmatig kunnen we dat aanpassen. Dus er is, het is ongelimiteerd. Ja, nou, dan de vraag over een beetje van kijken in de toekomst. De vraag, kunnen we straks via mobiel en iPad ook de iBinder gebruiken? Ja. Nou ja, dat is niet echt de toekomst, is wat dat betreft denk ik nu. iBinder die kun je prima gebruiken op je iPad en op je telefoon. Volgende maand wordt dat nog een stuk gebruiksvriendelijker. We zijn heel erg bezig met een nieuwe versie van iBinder, die ook nog beter schaalt per apparaat. Dus op het moment dat je straks het gebruikt op je telefoon, dan ziet het er iets anders uit, zodat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk is op je telefoon, ten opzichte van hoe het eruit ziet dan online. En ook gaandeweg het jaar zullen we daarin steeds meer veranderingen gaan doorvoeren. En zul je ook op je laptop of op je Mac gaan zien dat iBinder er net weer iets anders uit gaat zien. En nog beter gaat werken naar de eisen van deze tijd. Ja, en in diezelfde vraag over komt er een iBinder app? Ja. Wordt gesteld door... Ja, die komt er inderdaad. Ja, zodat je het op die manier ook heel makkelijk kunt benaderen op je telefoon en op andere mobiele apparaten. Ja. En dan is er een vraag over de kosten, de tarivering, om daar iets meer inzicht in te geven. We hebben aangegeven dat het zeg maar, per project is en afhankelijk van de omvang van de vastgoedontwikkeling die je doet. Ja. Misschien een indicatie voor wat het zou kosten om een idee te krijgen van waar je dan tegenaan loopt. Ja, absoluut. Uiteraard kunnen we ook even separaat ook nog prijsinformatie delen met mensen voor wie dat belangrijk en aantrekkelijk is. Maar stel je hebt een project van ongeveer 10 miljoen, dan hebben wij twee tarieven in het hele traject tot aan vergunningsverlening. Dus eigenlijk plan-ontwikkelfase betaal je daar ongeveer 100 euro per maand voor. En met een onbeperkt aantal gebruikers, onbeperkte opslag van data, maar ook onbeperkte support vanuit ons in dat project. En we helpen je ermee op weg. We zorgen ook dat gebruikers, als ze vragen hebben, bij ons terecht kunnen en goed worden geholpen. En op het moment dat het naar realisatie gaat, dan gaan er natuurlijk nog meer partijen mee werken, dan kost dat project ongeveer 300 euro per maand. Ik denk dat dat duidelijk is. Dat waren de vragen uit de chat. Ik heb zelf nog een andere laatste vraag. Er zijn natuurlijk veel softwareoplossingen her en der. Je maakt ook gebruik van meerdere pakketten. Is er ook mogelijkheid om bijvoorbeeld iBinder te koppelen met andere softwarepakketten? Wat vaak natuurlijk genoemd werd, is een accountingpakket of iets dergelijks. Ja, absoluut. Alle moderne softwareoplossingen van deze tijd, dat noemen ze dan zo mooi een API of een API op zijn Engels. Eigenlijk de manier waarop programma's informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Wij hebben die uiteraard ook. En dat maakt dat we
in principe gewoon met elk programma kunnen praten. Het is op het moment dat ook de wens is om gegevens uit te wisselen tussen programma's en iBinder. Dan kunnen we gewoon gaan kijken wat daarin de wens is en hoe we dat kunnen realiseren. Oké, nou duidelijk. Dan heb ik eigenlijk verder geen vragen meer. Op de chat zie ik ook verder geen vragen nog binnenkomen. Dan wil ik jullie in ieder geval danken voor je heldere uitleg, demo en presentatie. Ik denk dat jullie een mooi product hebben zo voor binnen de projectontwikkeling en de bouw. Ja. Ik weet niet of jullie nog toevoegingen hebben of dat je denkt, oh, dat wil ik nog even. Ja, nou kijk, uiteraard hebben we ook willen laten zien hoe wij succesfactoren in het gebruik van software hebben vertaald in onze oplossing. Maar ik hoop ook dat vooral is blijven hangen, dat beeld van die brug. Waarin je vooral ook altijd moet kijken van, ik wil een doel gaan bereiken en daarvoor ga ik software inzetten. Ik wil sneller werken, ik wil misschien een stukje professionaliseren, professionele uitstraling hebben. Ik wil een stukje gemak realiseren. Dat doel kan voor iedereen anders zijn of gecombineerd. Maar houd altijd dat doel in het achterhoofd en kijk vervolgens welke oplossingen je daar het beste bij kunnen helpen om dat doel te realiseren. En houd daarbij dan één ding vooral in het achterhoofd, dat ja, de mensen die ermee moeten gaan werken bepalen uiteindelijk of je dat doel ook succesvol gaat bereiken, ja of nee. En basisregel, keep it stupid simple. Hou de dingen zo eenvoudig mogelijk. Dat is wat je ook doet, vaak een grote bijdrage in succes. Dus dat is eigenlijk als nabrander. Ja. Misschien even ook vanuit ons beiden nog, van mochten er nog vragen zijn. Je kunt ons bellen, je kunt ons mailen, je kunt ons via LinkedIn benaderen, graag. En dan kunnen we alle dingen die nog eventueel openstaan vragen of misschien demo's aan anderen die het ook willen zien, die willen we natuurlijk heel graag behandelen. Informatie is op de website beschikbaar en ook uiteraard zijn we via LinkedIn beschikbaar. Ja, dankjewel. Nou, de rest mij niks dan jullie heel hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag of wellicht op het moment dat je deze webinar hebt teruggekeken. En graag tot ziens.